Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het eSports Nieuws, waar Marcel, dit is Marcel, en ik ben Peter, elke woensdag het laatste eSports Nieuws met jullie bespreken. Maar jij vraagt je af, raar, waar zitten jullie? Welkom in de future, het is 2017, wat is er gebeurd? Ja, we zitten in een nieuwe studio. Ja. In ieder geval in onze e-sport studio. In de e-sport hoek. De plek waar wij alles gaan opnemen wat te maken heeft met e-sports. Ja, dus we gaan straks ook de Gamers at Rebels, ons e-sports team waarvan dat vette shirt is, storpinggames.nl, nu te pre-orderen. Die gaan we er ook verslag van doen. Inderdaad, ja. En er moet wel nog wat gebeuren in de studio, er moet nog een beetje getweakt worden. Ja, dus heb je tips of advies? We hebben nu een heel mooi plantje. Is lekker. Voor mooi kort. Ja. En maar, dat is lekkere banken die ik wil laten, echt geen scheet hier waar je bij de bank zit. Maar als je nog tips hebt of adviezen, laat het vooral weten in de comments. Ja, inderdaad. En wil het e-sport ook iets, relaxer doen? Inderdaad, ja, rustiger, hè? Minder praten. Nee, wel druk, meer praten, meer maar praten. Meer keuvelen. Oké. Okay. Ik vind, wij hebben een enquête, mensen houden van keuvelen. Is dat zo? Ja, het moet niet te strak. Oké. Okay. Nou, dan... Gooi die plant Maar vorige week was je er niet, want er was niks gebeurd, zei je. Het was weinig, hè? Weinig nieuws. En ik had gewoon heel druk met de feestdagen, uren maken, werken, dit en dat. En ik had eigenlijk ook geen zin. Snap ik wel. Maar deze week is er weer genoeg gebeurd, Peter. Oké, we beginnen met Counter-Strike Global Offensive. Inderdaad, ja, CSGO. Want de aantal weken geleden begon er een beetje probleempjes te komen met de league waarin de spelers van CSGO zouden spelen. Er zijn twee leagues waar ze uit kunnen kiezen. De EPL van ESL en de PEA league. Ja. En de PEA zei van ja, die had samen met alle teams afgesproken, met de teambazen. Ja. Van hey, iedereen gaat bij onze league spelen. Want dat is beter voor de teams, dan verdien je meer en dit en dat, ander model. Toen zei de bazen ja, is goed, maar de spelers zeiden ja, maar dit willen wij niet. Nee. We zijn er ontslagen gevallen, mensen... Openlijke video's op Twitter. Openlijke video's inderdaad op Twitter, ja inderdaad. Ja. Dreigbrieven heen en weer. En uiteindelijk is afgelopen paar dagen is gebleken dat de spelers allemaal gekozen hebben om bij de EPL te blijven. En dat de andere league dus eigenlijk gewoon heeft gezegd van ja jongens, we hebben het geprobeerd, maar we gaan dit zo niet doen. Dus we stoppen compleet met de CSGO league. Echt? Ja. Dus, maar dat is niet ESL dan, dat is de ander? De PEA heet dat. Oké. Okay. Professional Esports. Dus dat bestaat gewoon niet meer? Nou ja, die bestaat nog wel, maar die gaat zich niet meer richten op CSGO. Oh. Met name ook omdat ze dus zoveel naam of ja, schade hebben geleden aan de naam. Dat ze zelf van ja jongens, misschien in een andere tijd weer. Dus nu kun je niet eens meer kiezen? Nee, als je echt goed gewoon terug naar de EPL inderdaad. Ja. Nou oké, prima. Daarnaast gaat dit weekend gaat Drinec Leipzig van start. Oké. En ik ga erbij zijn. Ja, jij gaat daarbij zijn namens BenQ, waar je voor werkt. Inderdaad, ja, voor BenQ Zowie. En ik moest zeggen, ik was heel erg enthousiast dat ik er naartoe ging. Ja. En toen werden teams bekend gemaakt. En toen dacht ik van, wie? Echt? Huh? Oh, Fnatic zit erbij. Oh nee, wacht, dus Fnatic Academy. Dus het is een beetje B-team toernooi. Ja, ik snap niet helemaal wat er aan de hand is, want er is een major. Je hebt major toernoois, daar zit er onder andere eentje van. En meestal komen net wel de top 20 komen erbij. Ja. En hierbij is de eerste op de lijst zeg maar, van beste teams. Je komt de eerste op plek 40 en daarna op het 200 naar beneden. Zeg maar. Dus de Gamers at Rebels hadden zich ook gewoon kunnen inschrijven. En kunnen winnen. Nou, dat niet hoor. In ieder geval inschrijven. In ieder geval inschrijven. Dat had wel gekund, dat kunnen ze wel. Dus dat wordt een heel bijzonder. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Je gaat ook vloggen. Ja, inderdaad. Ja. Dat vind ik wel heel leuk. De druk wordt ook minder. Je gaat vaker reizen voor je werk. Ja, precies. Je gaat ook meer beelden verzorgen. Superleuk dat je dat gaat doen. Ja, dus daar kan je in ieder geval je op de hoogte van houden. En, ja, we gaan kijken wat voor actie we gaan zien. Ja, daar worden we gewoon op de hoogte van gehouden. Ja, dat is heel mooi. En daar gaan we het volgende week ook over hebben. Ja, nieuws, daarnaast zijn de kwalificaties voor de DreamHack Master in Las Vegas geweest. Kijk, waarom ben je daar niet? Ja, zo had ik ook liever gewild. Maar ja, snap ik. De teams zijn bekendgemaakt en het is geworden Fnatic, Mouse Esports, Gambit en FaZe. Die hebben als Europese teams allemaal een plek weten te bemachtigen. Is dat veel? Oh, nee. Nou, dat zijn er vier inderdaad. Ja. Ja, maar er worden gewoon kwalificatierondes gehouden en iedere zone mag er zoveel sturen. En Europa mag er vier sturen. Okay. Eigenlijk niet verbaasd. Iedereen die kwam eigenlijk vrij gemakkelijk de groep door. Zijn best wel de top tier teams, zeg maar. Ja. Alleen Mouse Esports had het nogal lastig met Big, een nieuw team, en met Godsend, die ook heel erg goed bezig zijn de laatste tijd. Okay. En niet op DreamHack Leipzig staan, want ja, als je goed bent, dan hoor je dan kom je daar niet. Nee. Oké, nou duidelijk. Dat, maar daar hebben we dus volgende week meer over. Dan zitten ze volgende week ook al in Las Vegas, die Nee, dat is over 2-3 weken pas. Eind januari. Tijd zat. Hey, dan gaan we naar Dota 2. Ik weet niet of je het hebt gelezen op gamersnet.nl, maar afgelopen zaterdagavond was het Steam-record. Nog nooit was er zoveel tegelijkertijd aan users online. Ja. Ruim 14 miljoen. God, dat maakt verder niet uit. Maar wat mij het meeste opviel was dat Broodbeleg, meest gespeelde game van dat moment met bijna een miljoen spelers, Dota 2 was. Ja, dat is ook niet zo heel gek. Want ESL One werd gehouden. Die had een Dota-toernooi. Ja.
Nou ja, leuk, maar dan gaat ja, maar het meest gespeeld op dat moment. Hier is moment. Al een kenting. Nou, weet je wat het is? Met Dota kun je inloggen en dan kun je kijken met de match. Ja, dat is waar. Dus dat doen heel veel mensen. Oh, dus die kijken niet via Twitch, die kijken gewoon live via hun game. Ja, want de commentatoren doen met hun eigen muis en ze kijken, bepalen zeg maar welke acties ze gaan volgen. Ja. Als jij zegt, ja, fuck dat, ik wil gewoon mijn eigen kijken wat ik, hoe de wedstrijd eruit loopt, dan kun je dat zelf doen. Nou, dat wist ik niet. Je leert het hier bij het eSports nieuws. Oké. Okay. Goed, Isal Genting werd gehouden aan de kant van Maleisië, Singapore volgens mij die kant in. Ja. Die is gewonnen door, even spieken, die is gewonnen door Digital Chaos. Ja. En die won een prijzenpot van, nou ja, 125.000 euro. Bam. Eigenlijk verrassend klein voor een Dota toernooi. Dit is gewoon een Dota, zo met Friesland toernooi, ja, en Dota zou meer opleveren. Digital Chaos was al tweede geworden bij de International Six, dus die zijn op zich goed bezig. En dit was het eerste grote toernooi wat ze hadden gewonnen. Oké, hebben de grote teams als Fnatic en zo ook een Dota team? Ja, bijna allemaal. Oké. Ze zijn in ieder geval... Dota telt wel gewoon zo nog wel mee. Ja, Dota is op zich nog wel goed. Want daar niet alleen over, maar er wordt ook een ander toernooi gehouden. De 12e, over 2 dagen, 1 dag als je... Als kijkt wanneer het geüpload wordt. Ja, en vandaag als je op YouTube kijkt. Ja, precies. Dan ben je te laat eigenlijk komen. Dan wordt de WESG wordt gehouden. Het is een Dota toernooi in China. En daar is de prijzenpot gewoon $1.5 miljoen. Bam, kijk, zo hoort het. Kijk, daar zijn inderdaad iets betere potten. Oké. Okay. Dus, Bali rast wel dat die net een toernooi winnen waar je maar lousie ton kan winnen. Ruim. Ik wil een ton per persoon, anders kom ik niet eens. Ja, ik zeg, als echt, mensen was. Maar goed. Hey. League of Legends. Inderdaad, ja. We gaan het nog even hebben over League of Legends. Want daar wordt niks gespeeld momenteel. Nee. Vakantie, mensen rust. Gewoon teams aan te maken. Windsporten. Pardon. Maakt niet uit. Een boekje van de vrienden. Stap ik kom van de plan. Oh my god. Cloud9. We hadden vorige keer een aantal keer over... Cloud9, een team waar we het een aantal keer geleden over hebben gehad. Dat ze een challenger team hadden. Dat ze in de vorige league hadden gezet. En dat ze dan eigenlijk hun plek wilden verkopen, weet je nog? Ja. Nou, dat Riot heeft meteen gezegd, van dat is de laatste keer dat dit gebeurt, want de regels zijn aangepast. We gaan niet zomaar teams een gratis spot weggeven, want die hadden gewoon oude professionals in dat team gezet. En die werden uiteraard eerste. Yeah. En die hebben een plek verkocht, maar het team is overgekocht door FlyScent, een nieuw team. FlyQuest, een nieuw team. En alle pro's op eentje na, die blijven. Oh? In dat team. Ja, die gaan dus weg bij Cloud9 en die gaan bij FlyQuest spelen. Oh, dat blew up in their own face. Inderdaad, ja. Yeah. Dus ik ben heel erg een interessante ontwikkeling. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze het gaan doen. Het is een team van oud professionals. Ja, dan zal het wel goed gaan, denk ik, hè? Ja, dat weet ik niet. Kunnen ze nog wel mee? Ze zijn toch 24. Ja, dus eigenlijk al lang met pensioen. Ja, dan kun je het niet meer. Nee, precies. Oké, okay, dus, grappig. Ja. Oké. Okay. Dan hebben we ook nog het nieuws over de twee teams LCS format shit. Ja, dan is er nog groundbreaking nieuws op de front van League of Legends. Wat wij altijd kon kiezen uit 6 bands, kan je nu kiezen voor 10 bands. Je mag 10 dingen bannen. Inderdaad, ja, 10 champions mag je bannen. En dat heeft Riot gedaan, want die dachten van ja, tijdens de, van de 100, weet ik veel, 80 champions, ik noem er even wat, werd er bijvoorbeeld maar 55 gespeeld tijdens het wereldkampioenschap. Dus er zijn eigenlijk gewoon te veel champions en te veel sterke champions. Ja. En die blijven niet gepikt worden, waardoor het heel erg saai wordt af en toe om naar te kijken. Want dan zit je weer dezelfde team. Ja, dat snap ik. Dus nu kunnen ze voortaan 10 mensen bannen, 10 champions. Dat is wel een game changing. Ja, dat is groundbreaking eigenlijk. Ja. Heel de meta gaat hierdoor veranderen. Ja. En terecht, vind ik hoor. En is dat in het voordeel of nadeel van de Games of Rebels? Waarvan het shirt nu bijna afvalt? Ja, eigenlijk in het voordeel sowieso. Ja? Ja. Maar je verend vallen. Meer bannen is altijd meer kans dat je... Precies. Dus als ze mijn main Teemo niet bannen, dan zit ik wel goed, denk ik. Oké. Okay. Welke is dat dan? Dus die kleine dwerg die pijltjes schiet. Oh, ja. Nooit gezien. Oké, dan hebben we nog een nieuw format. Inderdaad, ja. Want vorig seizoen waren ze dat ding aan het proberen. Best wel 2, best wel 3 tegen elkaar. Dat gaat nog steeds gebeuren. Maar ze hebben ook de league opgesplitst in 2 teams. Oké. Okay. Er zijn loodjes getrokken. De eerste en tweede plek mochten 2 teams toevoegen aan hun eigen groep. Of aan de groep waarin zij wilden. Ja. En dat is nou gebeurd. Dus zij is opgedeeld in 2... Ja, groepen eigenlijk. Die eerst in elkaar gaan spelen en daarna wisselen ze. En daarna wisselen ze weer terug. Oké. Dus, maakt het leuk of maakt het niet zo uit? Nou ja, ik ben heel erg benieuwd, want je krijgt dan groepen natuurlijk die heel erg... waar alle sterke teams bij zitten. Dus dan krijg je hele close matches. Ja. Ja, inderdaad, ja. En volgens mij gaan ze het zo doen dat ze gaan 3 keer wisselen in totaal. En iedere keer de nummer 1 van de groep die krijgt een aantal punten. Nummer 2 krijgt een aantal punten, nummer 3 krijgt een aantal punten. Dus als je in een hele sterke groep zit, dan kan iedereen eerste worden. Ja, trouwens, iedereen kan altijd eerste worden. Dat ligt eraan. Zo, ja. Maar dan maakt het iets spannender om naar te kijken. Dus dat je 1 keer wint wil niet zeggen dat je automatisch doorgaat naar het wereldkampioenschap. Oké, nou, klinkt als een goede... Dus dat wordt wel tof. Goeie, ik ben wel benieuwd. Ja, jij gaat het allemaal volgen. Ja. Daarnaast is vanuit het... Vanuit de hotelkamer. Vanuit de hotelkamer. Ja. Lights, inderdaad, ja. Nee, daarnaast is er eigenlijk nog steeds, mensen zijn een beetje aan het opstarten. Ja. Call of Duty is weinig aan de gang, Overwatch is weinig aan de gang, Hearthstone is
dat komt allemaal wel weer. Ja, hey, buiten dat waar we nu naar kijken, dat, die speedy beeld voor de kankers. Wat kunnen we allemaal nog meer zien de komende week? Nou ja, is dit het gewoon? Nou ja, DreamHack Leipzig dus. Ja, maar dat is allemaal voor B-teams. Ja, dan zou ik beter kijken als je echt e-sports wil zien, zou ik kijken naar de WSG in China, de Dota Major. Oké. Okay. Die dan begint. Die duurt tot zondag, dus dan heb je heel de weekend iets om naar te kijken. Hartstikke leuk. Bedankt Marcel. Veel plezier in Leipzig. We gaan het volgende week in de Gamers het vlog. Aanstaande maandag zie je daar de beelden van. En bedankt. Ja, graag gedaan. En laat ons even weten wat je van de nieuwe setup vindt. Ik zorg ervoor dat het shirtje gewoon ingelijst mooi komt te hangen. Maar verder, wat vind je ervan? Vind je het leuk? Vind je de krakende stoelen ook zo irritant? Wij wel komen nieuwe stoelen, maar ik zou er geld mee uitgeven. 2017, probleem, probleem, probleem. Maakt niet uit. Bedankt voor het kijken. Geef een duimpje, geef een like. Ga naar Ramerwaar, ga naar Koppersand en ga naar gamersnet.nl. Later. Doei, doei. Nice, holy shit man. Ja, wat was het? Het einde was dat. Ja, hè? Jezus, ik zweet er een beetje van. Kan ik door de hooikost komen? Oké. Gaming en e-sports nieuws wordt mee mogelijk gemaakt door BenQ.